Heel bijzonder, dit is namelijk een opname. Een wereldje van Jacob en Peach over de vishandel aan het Songplein. De man is ongelooflijk enthousiast, hij heet Lammerts Wiersma en doet 7 dagen in de week niks anders dan de mensen de allerlekkerste vis toestoppen die er maar bestaat. Om op zijn Groningers te zeggen, die zijn weerga niet kent. We gaan erop af. Vishandel, Songplein. Ik heb net even de haring geproefd. Hij is geweldig. Kijk, vind ik leuk om te horen, Piet. Ja. Dankjewel. Ze zeggen altijd, hij is nog beter dan vorig jaar. Is dat ja. Nou zo? Nou, vaak is dat wel zo, maar niet altijd natuurlijk. Kijk, een goede haring begint eigenlijk met, hoe ga je al met je groothandel om? Waar komt je haring weg? Wat zijn die connecties? Hoe zit het in elkaar? Er komt een keer bij natuurlijk, ja, als je ruim 40 jaar visboer bent, ja. Zoals ik inmiddels, ja, eerlijk is eerlijk, ja, dan leer je toch wel een goede haring te onderscheiden van. Heel belangrijk. Plus, een hele goede, fijne haring geeft een hoop plezier. Ja. Ik lust er eigenlijk nog wel een, hè? Zou ik doen. Ja? Ga ik zo even heen, houd nog even heen. Karin? Ja, hallo. Jouw man heeft met een diepte interview onderworpen. Hoe is dat met zo'n man die zoveel passie in zijn werk heeft? Heel erg leuk. Ja, vind je leuk? Hij brengt de passie ook over op anderen. Ja, hè? Ja. Ook op jou? Al 30 jaar lang. Ja! Karin, wat vind jij zelf van de haring? Hij is net zo fris als vorig jaar. Ja. Hij is mooi vet, het ziet er fantastisch ja, uit. Geweldig. Ik vind het werk gewoon heel erg leuk omdat het sociaal is met allemaal mensen om me heen. Ja. Ik vind het leuk met al die meiden hier aan het werk. Ik doe dit al sinds ik heel klein ben ja, en ik vind het gewoon heel erg leuk. En jouw vader is echt een man met passie. Jouw ja. Moeder ook al gedreven en zo. Heb jij ja. Dat ook? Ik heb dat ook, zeker. Ja. Ja. Nee, dit is echt mijn toekomst. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Kwaliteit en gezelligheid, ja, daar staan we voor. Daar staan jullie voor. Daar staan we. Gezelligheid en kwaliteit, daar staan wij voor. Een haring moet goed gekoeld zijn. Je moet hem eten vers van het mes, net schoongemaakt. Maar niet de haring die zeg maar een half uur al in de vitrine ligt. Nee, dat is wel belangrijk. Ja, moet goed op temperatuur wezen. Ja. Lekker uitje erbij, ja. Van die verkeer. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld, hè? Er zijn mensen ja, die nieuwe haring hoeft geen ui bij. Nee. Nee, maar ik vind het wel lekker, even een uitje erbij. Johan, maar waarom neem jij niet een haring? Nou, ik wil die eerst even proberen. Ja. Is dit kwaliteit? Ja, echt wel. Maakt het werk bij je vishandel op Songplein zo mooi? We zijn met allemaal dames. Ja. En er is eigenlijk nooit strijd. Vishandel Songplein vind ik leuk, omdat het gewoon een echt gezellig familieding is. We zijn gewoon de beste van Groningen. Is dit nou waar je het voor doet, Lammert? Zoals nou zo'n terras vol, een beetje muziek erbij te leren van de nieuwe haring. Ja, maar ja. Als jij hiernaar kijkt, dan ben je tevreden? Daar doe ik het voor, hè? Dat ja, is gewoon, hè? Ja. Gezelligheid, sfeer, dat is gewoon super. Ze maken er inderdaad een leuk sfeer van en daar houdt mij altijd wel van. Ja. Maar wat voor man ben jij als het op een bepaalde manier niet mee loopt? Nee, daar ben ik niet bang voor, want we kijken wel van week tot week tot maand, maar dat is allemaal goed. Je bent goed. Tevreden man vandaag? Ja, ik ben altijd wel tevreden, Bido. Altijd wel tevreden? Ja, hoor. Dat is mooi dat jij dat zo zegt. Carpe diem, gelukkig.